Stephen Coutinho heeft gisteren een interactieve lezing gehouden over leiderschap, zaken doen en verandering. Tijdens de lezing ging Coutinho in op de vastgeroeste koloniale denkwijzen en gewoonten en hoe die doorbroken kunnen worden. We brengen u een fragment van deze lezing. Er is systematisch een bepaalde piramide gecreëerd in elk land. En die piramide is altijd gebaseerd om wie heeft de macht en wie niet. En wat voor verhaaltjes zitten daaromheen. Overigens, ik praat niet over de koloniale wereld, geloof me, de kapitalistische wereld is niet anders. Laten we even het verhaal nemen van kleding. Ik sta hier, was eigenlijk binnengekomen met een Superman shirt. Maar ik weet in Suriname is er een bepaald verhaal dat je niet met een Superman shirt voor een bepaald groepje mag zitten. Dus ik denk van ik hou het even rustig, ik trek dit even aan. Mijn Superman shirt is gemaakt van katoen. Dit is gemaakt van katoen. Het gekke is, een Superman shirt wordt niet geaccepteerd. Hoe kom je zo binnen zo? Met je shirt. Kan je niet netjes kleden? Nonsens, het is katoen. Coutinho gaf verder aan dat de evolutie zou moeten uitwijzen of mensen die aan de onderkant van de maatschappelijke ladder zitten, in angst moeten leven. Ik wil dus niet weggetrapt worden. Ik wil blijven leven. Om te blijven leven moet ik beter kunnen voorspellen. Ik moet voorspellen. Ik moet veel beter voorspellen wat er aan zit te komen, omdat mijn angst zo erg groot is. Alles om mij heen is een potentieel gevaar. Dus ik moet snelle berekeningen kunnen maken. En hier is de clue. Als ik voorspellingen ga maken, dan ga ik langzamerhand labels plakken op dingen. Heel snel. Dit is een microfoon. Het is geen microfoon, het is eigenlijk een stuk plastic met een stuk metaal. We noemen het een microfoon. Ik ga niet afwijken van mijn idee dat het een microfoon is. Dat is een stoel. Ik ga niet afwijken van het idee dat het een stoel is. Dit is een wolk. Dit is een vloer. Ga mij niet zeggen dat er andere mogelijkheden zijn voor hetgene wat ik nu zie. Zover Stephen Coutinho. Hij heeft gisteren een lezing gehouden over leiderschap, zaken doen en verandering. De presentatie is gehouden in het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex.